Nog een voorbeeld van een gouden talent in de knop nog. Gefilmd door oud-Ajax-speler Tidus Middendorp. Het B1-elftal van Ajax in 1958. Op de voorste rij gehurkt de 14-jarige Piet Keizer. De linksbuiten, met dan al die beweging. Wembley komt pas 12 jaar later, maar Middendorp filmt dan al Keizers schijnbeweging. Daar. Uit Middendorps privéarchief ook dit kleurenbeeld. 10 jaar later. Ajax kampioenswedstrijd tegen ADO in de Watergraafsmeer. Met Keizer en, achteraan, Johan Cruijff. Met rugnummer 10. Het ritueel voor ieder duel. Cruijff stik op de maag van keeper Gert Bals. Ajax in een thuiswedstrijd in blauwe reserveshirts. Het is nog vanzelfsprekend dat de gasten immers in hun eigen clubkleuren mogen spelen. Alle fotografen mogen voor de wedstrijd op het veld. Voor de foto van de aanstaande kampioen. Er is geen dugout, maar een bankje voor de wereldtrainer in wording, Rinus Michels. De toegevoegde commentaarstem is van Herman Kuiphof. Blijft uit, kans voor Daniel Stok. Nee, geen doelpunt. Toet Amsterdam wordt gefilmd door Middendorp, de Engelenbak, Tante Leen. Middendorp registreert de laatste dagen van wat dan nog vooral een familieclub uit Amsterdam-Oost is. Op weg naar de wereldtop. Dat die kans voor Tromp. Wie kopt daar? Cruijff, nee, een schiet. En dat was Hens van Mansveld. En dat betekent een strafschop. Groot. En een doelpunt. 2-1 voor Ajax. Juichen gaat van hoi, hoi. Hoi. Het scorebord. Eerst, naar goed gebruik, de score van de gasten. Daaronder die van Ajax. Piet Reumer. Tal van artiesten, schrijvers en andere kunstenaars verdringen zich op de tribune om de geboorte van het totaalvoetbal met eigen ogen te zien. Al weet niemand nog dat dat aanstaande is. Het kampioenschap komt eraan. Supporters klimmen over de hekken om het veld op te rennen na het eindsignaal. Het zijn de jaren 60. Gezag, ook dat van scheidsrechter Lau van Ravens, is tanende. En buitenspel door Cruijff. En dan komt nu ten onrechte. Komen nu duizenden mensen het veld op. Het is nog geen tijd, het is nog een paar minuten spelen. Letterlijk aanraakbare spelers zijn het toch. Cruijff komt nog niet alles er weer af krijgt. Bijna allemaal aan. Omdat hij voor buitenspel vloot dat dat het eindsignaal was, dat was het niet. En daar is dat het eindsignaal en is Ajax. Voor de derde achtereenvolgende maal kampioen van Nederland. En dat is een record voor het betaald voetbal dat we sinds 1954 beleven. Een jaar later zal Ajax zijn eerste Europa Cup finale spelen. Het succes wordt bezongen met Piet Heijns Zilvervloot. En het Nederlands voetbal krijgt weldra zon op al zijn wegen.